restaurant in Rotterdam Noord. Het is een van de 25 restaurants van Stichting van Harte. Ze mag even helpen met kip snijden voor de satéetjes. Wat wist je bijvoorbeeld dat Restel van Harte wordt ook gesteund door de Postcode Loterij? Dat is goed. Nee, wist ik ook niet. Maar er gaat dus geld van de Postcode Loterij naar Restel van Harte. Zodat we hier kunnen kopen en mensen kunnen komen eten. En dat weten heel veel mensen niet. Karin, jij bent Resto Manager bij Resto van Harte. Wat is Resto van Harte precies? Resto van Harte is een restaurant vooral voor de mensen uit de buurt, waarbij de sociale contacten heel erg belangrijk zijn. Zodat de mensen elkaar kunnen ontmoeten, een beetje een huiselijk gevoel krijgen en uiteindelijk met de buurt en onder elkaar contact met elkaar zoeken. En waarom is het zo belangrijk dat de Postcode Loterij jullie sponsort? Omdat wij uiteindelijk geld nodig hebben om te kunnen bestaan en om te kunnen overleven. Kijk, dit is nou leuk, hè? Messen met een hartje. Resto van Harte. Kunnen jullie nog wel vragen of we dat gaan filmen? Tuurlijk, want ik ben heel benieuwd. Hoe vaak jullie hier komen? Zolang als ze bestaan. Ja, ja? Dat vanaf de eerste dag. Wat leuk. Ja. Wat leuk. Vanaf de eerste dag. En waarom komt u hier naartoe? Voor de gezelligheid. Oké. En komen hier veel dezelfde mensen of ziet u ook wel nieuwe mensen? Ja, er komen wel dikwijls weer. Hartstikke leuk. Wat zou nou zijn als Resto er niet meer zou zijn? Hoe zou u dat vinden? Nou, dat zou ik heel erg vinden hoor. Ja, ik wil even een bijzonder iemand aan jullie voorstellen. En dat is Marije Kat. En die gaat ervoor om ambassadeur, internationaal ambassadeur te worden voor de Postcode Loterij. Maar daar heeft ze jullie heel hard voor nodig. Waarom? En dan gaat ze even uitleggen hoe ze daarover denkt en uiteindelijk wat jullie moeten gaan doen daarvoor. Kan ik zo gelijk loten? Nee, ik weet het ook niet. Het wordt Resto van Harte gesponsord door de Nationale Postcode Loterij. Ik ben hier vandaag om een kort filmpje te maken over Resto van Harte. Omdat heel veel mensen niet weten dat Resto van Harte door hun wordt gesponsord. Ik wil heel graag internationaal ambassadeur worden bij de Nationale Postcode Loterij. Daar heb ik jullie stem voor nodig. Ik heb op jullie tafel een kaartje gelegd met daarop de website. Ik wil jullie vragen om allemaal naar die website toe te gaan of kinderen te vragen of buren te vragen om daar met het e-mailadres jullie stem op mij uit te brengen. Want dan kan ik namelijk ook andere doelen die door de loterij gesponsord worden in beeld brengen en aan Nederland laten zien waar nu eigenlijk het geld van de Postcode Loterij naartoe gaat. Dus ik hoop dat jullie allemaal op mij gaan stemmen. En voor nu wens ik jullie een hele fijne avond. Dankjewel. Na een dag mee te hebben gelopen, mensen te hebben gesproken en de lach op hun gezicht te hebben gezien, is het mij wel duidelijk geworden. Stichting van Harte is een prachtig initiatief dat dankzij de steun van onder andere de Nationale Postcode Loterij bijdraagt aan het welzijn van mensen in ons eigen land. Ik hoop dat je het leuk vindt om te kijken en dat je mij als internationaal ambassadeur de wereld over gaat sturen, zodat ik je nog meer kan laten zien van wat de Postcode Loterij voor goeds doet. Breng alsjeblieft je stem uit op www.mariekat.nl.
ga nu een beeld brengen. .nl, www.marijekat.nl. Ik heb je stem heel hard nodig. En bedankt voor het kijken. Ik ga nog eventjes dansen.